Hallo, welkom terug aan tafel bij knottenwol.nl voor tutorial nummer 7 van de Royal Summer Vibes Call 2021. We gaan toch weer een ander steekje doen, dus kijk even mee. We gaan zoals altijd die eerste twee steken samenhaken. En hierna gaan we een tunisch stokje maken. Een stokje, dus je slaat eerst om. Maar we gaan ook een steek overslaan. Dus we gaan gekruiste stokjes maken eigenlijk. Dus we slaan die steek over. Dan steken we in zoals bij een normale tunische steek. En omdat ze een stokje hadden, moeten we nog één keer omslaan en door die twee lussen halen. We maken hem niet verder af, want die lus willen we op onze naald laten staan. We gaan nog een stokje maken en dan gaan we weer terug naar de steek ervoor. Ik ga het nog een keer rustig laten zien. Dus we maken een gekruist stokje. Nou, bij een stokje sla je natuurlijk altijd eerst de draad om. We slaan één steek over. En dan maken we daar een stokje die we niet helemaal afhaken, want die laatste lus willen we op onze naald laten staan. En dan maken we weer een stokje in die overgeslagen steek. Dus we slaan om. Gaan even terug naar die overgeslagen steek. Steken in. En haal hem door die twee lussen. En die laatste lus laten we op de naald staan. Dus je slaat om en je maakt het stokje niet helemaal af. Slaat om, slaat een steek over. Slaat om en je gaat weer terug naar die overgeslagen steek. Dus zo kruis je steeds de stokjes. Tunische stokjes, want we maken hem niet helemaal af natuurlijk. We willen wel die lussen op de naald laten staan. Dit doe je zo tot het midden. Bij het midden ga je dan weer meerdere zoals we tot nu toe gewoon steeds gedaan hebben. Dus daar ga ik vanuit dat jullie dat snappen. En aan de andere kant doe je ook hetzelfde na het midden. En in het patroon staat wel uitgelegd hoe we van kleur wisselen. Oh, hier was ik even vergeten. Nou, en dan gaan we een normale teruggaande rij haken. Want de volgende rij gaan we dan een steek herhalen die we eerder gedaan hebben. Maar ik ga hem wel even laten zien. Nou, zoals altijd beginnen we weer met twee steken samen haken. Heel even wat draad pakken. Dus je haakt die eerste twee steken samen. En dan een steek die we eerder gedaan hebben. We haken twee steken samen. En dan haken we die eerste steek nog een keer. Dus we haken twee steken samen. En dan haken we die eerste steek nog een keer. Twee steken samen en die eerste steek nog een keer. Nou, dit doe je ook weer helemaal tot het midden. Dus dit vind ik een heel makkelijk steekje en dat haakt zo heerlijk weg. Twee samen en die eerste doe je dan nog een keer. Nou, deze twee rijen die wisselen we af met elkaar. En dan krijg je
Heel leuk effect. In dit werkje. Hartelijk dank weer voor het kijken. We gaan nog één keer terugkomen met een speciale tutorial en een afsluiting van deze call. Gewoon omdat dat zo leuk is en ook omdat we willen laten zien hoe die leuke franjes nou gemaakt worden. Dus kijk vooral weer op knottenwol.nl en tot ziens. Doei doei!